Omdat vanmiddag een aantal collega's niet aanwezig kon zijn bij onze kennislunch. En omdat ik het inmiddels nog toch zo vaak gedaan had dat ik het nog wel een keertje extra kon doen, heb ik de Pecha Kucha die ik vanmiddag gedaan heb ook even met Camtasia Studio opgenomen. Zodat het ook voor anderen na te kijken was. Zoals ik vanmiddag ook gedaan heb, heb ik een beetje gevoeteld met het formaat. Ik heb er een 21ste dia voor gezet om even uit te kunnen leggen wat Pecha Kucha nou eigenlijk is. Voor de mensen die het niet kennen. Het is een presentatievorm ontstaan in Japan in 2003 alweer. Waarbij je als spreker 20 dia's hebt en elke dia wordt automatisch 20 seconden in beeld getoond. Ik heb dan ook verder geen klikker of niks nodig. Ik mag daar eigenlijk één keer klikken om naar de volgende dia te gaan. En vanaf dat moment is het uit mijn handen. Het idee daarvan is om ervoor te zorgen dat mensen niet langer dan echt nodig is gebruiken om hun verhaal over te brengen. Je moet het verhaal dus kort houden, to the point houden. En het kan dus vooral niet langer zijn dan die 6 minuten en 40 seconden. Oké, daar gaat hij. Ik ga klikken en dan ga ik daadwerkelijk van start. En ja, daar zijn we. Oké, voor wie het nog niet weet, mijn naam is Pierre Goorsen. Ik werk bij Fontys Hogescholen bij de dienst onderwijs en onderzoek. Ik doe een promotieonderzoek naar het gebruik van recorded lectures, opnames van colleges door studenten. En de titel van mijn Pecha Kucha is Tellen we wel wat telt? En dat gaat over dat promotieonderzoek. Nou, mensen die me kennen weten dat ik veel van getallen hou. Ik ben ook veel met getallen bezig bij mijn promotieonderzoek. Maar vaak zijn die getallen tamelijk verwarrend. En dat komt heel vaak omdat mensen die getallen gebruiken om mij en andere mensen dingen uit te leggen zonder dat ze precies vertellen waar die getallen vandaan komen. En dat is natuurlijk altijd heel erg gevaarlijk als je alleen maar getallen hebt en niet weet wat die getallen echt zeggen. Maar toch houden we allemaal wel van mooie getallen. En ook als het over opnames gaat. We willen mooie grafieken hebben die stijgende lijnen laten zien. Studenten die meer gebruik maken van de opnames. Die aangeven dat ze er allemaal veel profijt van hebben. En dat we ook vooral steeds meer opnames moeten maken. Maar wat betekenen eigenlijk al die getallen waar we het over hebben? Nou, nemen we eerst even twee andere voorbeelden. De Nederlandse Spoorwegen, bekend om een stipte dienstregeling, ook als het vriest. En de SKO, Stichting Kijkonderzoek, die onderzoek doen bijvoorbeeld naar hoeveel mensen kijken naar belangrijke programma's als Boer zoek vrouw. Twee heel verschillende organisaties, maar hebben ook te maken met het onderwerp van mijn onderzoek. Nou, neem nou die Nederlandse spoorwegen. Die willen weten hoeveel reizigers ze hebben. En dat gaat niet eens zozeer om te weten hoeveel geld ze verdienen, want daar komen ze toch wel achter. Maar wel bijvoorbeeld om te weten hoeveel mensen gebruik maken van een station. Of die capaciteit van het station moet worden uitgebreid. Hoeveel mensen in de trein zitten, of die treinen langer moeten, korter moeten. Al dat soort zaken. Daar moeten ze dat ook voor weten. Nou, natuurlijk, als ze kaartjes verkopen, bijvoorbeeld van Rotterdam naar Amsterdam, dan kun je redelijk inschatten dat iemand in Rotterdam instapt en Amsterdam uitstapt. Maar toch moesten ze vaak gewoon bij een station buiten gaan staan, turven om te kijken wie er ingaat en wie er uitgaat. En dat is een redelijk arbeidsintensief proces als je op die manier je gebruikers moet gaan tellen. Nou, gelukkig voor de NS hebben ze nou een perfecte oplossing. De OV-chipkaart, en die zorgt ervoor dat wie dan ook, studenten, mensen met een trajectkaart, die moet allemaal inchecken en uitchecken. Ze weten precies hoeveel mensen in een trein zitten, op een bepaald traject reizen en hoeveel mensen gebruik maken van een station. Dus dat is een hele mooie oplossing als je wil weten hoeveel gebruikers je hebt. De SKO heeft het een stuk moeilijker. Het SKO moet tv-kijkers tellen en we weten allemaal, tv-programma's worden gemaakt om reclame te verkopen. Maar dan moet je natuurlijk wel weten hoeveel mensen naar een bepaalde zender kijken, want dan weet je ook hoeveel mensen een bepaalde advertentie zien. En dan weet je ook hoeveel geld je kunt vragen voor het vertonen van die advertentie. En dat soort dingen doet ook de SKO. Nou, daarvoor gebruiken ze een apparaatje, dat heet de People Meter. In Nederland hebben ze er 1245 mensen in een panel zitten. Zo'n apparaatje staat op hun tv en als iemand dan een programma aanzet, geeft hij ook aan hoe oud hij is, het geslacht en met hoeveel mensen er dan ze er zijn. En met zo'n People Meter kunnen ze zelfs tegenwoordig je harde schijfrecorder meten en zo. Er zijn wat uitdagingen. Mensen vullen bijvoorbeeld niet altijd de juiste leeftijd in, geven zichzelf jonger of ouder op dan dat ze zijn. Geef ook wel eens aan dat ze met meer mensen in de ruimte zitten dan dat er daadwerkelijk zijn. Bijvoorbeeld omdat ze dan hun favoriete programma in de ratings omhoog krijgen. En er worden ook via steeds meer kanalen gekeken. Dus via YouTube, uitzendingen gemist en zo. En die zijn allemaal veel moeilijker te meten. Nou, wat kunnen we hiervan leren? Bij de NS is het zo dat ze een waterdichte meetmethode hebben. Dan is het dus makkelijk om te weten wie er allemaal reist. Bij de SKO zijn ze ook afhankelijk van de bijdrage van de mening van hun panel. En dat maakt het al een stuk minder waterdicht. Want ja, dan kan er onjuiste informatie doorgegeven worden. Maar
Toch is dat precies wat we ook doen als we het hebben over het gebruik van opnames van colleges. We sturen vragenlijsten uit naar hele grote groepen studenten met heel veel vragen. En we gaan er dan vanuit dat al die studenten naar waarheid invullen hoe vaak ze zo'n opname gebruikt hebben. Of het hun geholpen heeft bij het behalen van een tentamen en of we ermee door moeten gaan. Maar goed, als je weet wie deze persoon is, dan weet je dat iedereen liegt. En zelfs studenten, juist ook studenten. En ja, je kunt ze natuurlijk ook geen ongelijk geven, want studenten snappen ook wel dat die vragenlijsten bedoeld zijn om te ontdekken of we door moeten gaan met het opnemen van colleges. En studenten zijn natuurlijk wel zo slim dat ze alle hulpmiddelen die wij ze aanbieden nu en dan willen gebruiken. Dus dan zeggen ze ook van ja, we gebruiken dat. Nou, wij hebben ook onderzoek uitgevoerd onder studenten. We hebben ze een vragenlijst gestuurd. Niet zomaar naar willekeurige groepen. We hebben 7 groepen studenten uitgekozen die opnames bekeken hadden. We hebben de vragenlijst ook niet te lang gemaakt, zodat ze ook dat goed konden invullen. En we hebben follow-up interviews met een aantal van die studenten uitgevoerd. Maar we hebben niet alleen gevraagd aan ze. We zijn ook gaan kijken op de server. We zijn in de logbestanden gaan kijken van de software die video's uitserveert aan die studenten. Hebben dat ook goed gefilterd. Hebben daar alle niet-studenten uitgegooid. Alle opnames die bijvoorbeeld niet te maken hadden met het college. Hebben dat goed gegroepeerd. Zodat we uiteindelijk die data van de vragenlijst en de data van de server met elkaar konden vergelijken. Nou, dan kun je dit soort rapporten maken. Bijvoorbeeld de vraag van hoe vaak heb je gebruik gemaakt van de opnames van nooit tot meer dan 10 keer. Gerapporteerd is dus wat de studenten aangaven en werkelijk is wat we op de server zagen. En je ziet hier dat die data redelijk met elkaar overeenstemmen. De studenten konden redelijk goed inschatten hoe vaak ze er gebruik van gemaakt hebben. Maar dat is heel anders bij het volgende rapport, waar we bijvoorbeeld vroegen hoeveel van de opname bekijk je normaal gesproken. Je ziet dat 70% van de studenten zegt dat ze tussen de 3/4 en de volledige opname bekijken. Terwijl als we op de server gingen kijken, dan blijkt dat nog geen 3% te zijn die zoveel van de opname gemiddeld bekeek. En 70% van die studenten bekeek maar tussen de 10 en 25% van de opnames. Nou, er zullen altijd uitdagingen blijven bij het meten van het gebruik van opnames. Tenzij we camera's op die studenten richten, weten we niet of die studenten daadwerkelijk echt aan het kijken zijn, of dat ze misschien aan het bijslapen zijn, of misschien zijn ze wel gewoon een boek aan het bestuderen of opdracht aan het maken. En als we opnames vrij op internet beschikbaar stellen, dan weten we ook nooit of het studenten zijn die daadwerkelijk kijken. Nou, wat kunnen we daarvan leren? Veel van dit soort systemen hebben rapportagemogelijkheden. Nou, die rapportagemogelijkheden moet je gebruiken waar dat mogelijk is, want je weet in ieder geval dat informatie is, maar meer is niet altijd beter. Vul dat aan met vragenlijsten en zorg er vooral ook voor dat je van tevoren goed definieert waar je rapportages over wil maken. Nou, dit waren mijn 20 slides. Ik doe promotieonderzoek naar het gebruik van recorded lectures, opnames van college door studenten. Daarbij kijken we dus naar hoe we vragenlijsten kunnen combineren met data van de server. En daarnaast kijken we of we studenten sneller naar die plekken van de opnames die ze willen bekijken kunnen leiden door middel van tags en andere zaken.